mooie varkens. Ah, René. Hij is echt een beetje bol. Doei doei. Godverdamme. Video. Ik weet niet of jullie al kunnen zien waar ik ben. Ik denk het niet, maar ik ben in ieder geval niet op de manege. Hier ergens. Oh nee, ik weet waar die staat. Kopje. Maar we zijn bij Keine. En we hebben net eerst Keine van buiten gehaald. Toen de kar uit de schuur gehaald. Toen Keine nog even wat hooi gegeven. En waar ligt die, staat hij dan? Daar, bij de andere schuur. En nu hebben we er opgetuigd, nu zijn we op zoek naar een mensweep. Maar ik weet al waar die ligt, dus die gaan we die nu even kijken. Ja, we gingen hier ook wel eens door met de paarden. Dan moesten we wel opletten dat ze achter ons bleven. En niet naast ons. Dus we gaan nu even de zweep pakken. Wat vindt mijn haar mooi. Nou, we hadden de zweep gevonden. Kijk maar. En we zijn nu lekker onderweg. We zijn ja, echt net onderweg. Maar ze is heel braaf. Tot nu toe. Ja. Ik denk wel dat ze braaf blijft. Maar straks gaan we draven, dan wordt ze misschien wel wat drukker. Dus, Hoe lang is het geleden dat jij met Keine hebt gemend? Heel lang geleden. Ja, dat moet ik terugzoeken, maar ik denk echt een jaar of zo. Was de laatste keer toen met Sylvana? Ja, denk het wel, ja. Oh, ja. Dat is echt lang geleden. Ah, takken. Ah, laat een tak in het gezicht. Ah, lekker voor haar. Nou. Nou. Idioot. Ik haat soms auto's. Nou, kijk hoe snel ze voorbij reden. Ja, oké, okay, dat was raar. Ja, en nu meteen weer lekker druk. Ja. Nou, die eerste viel op zich nog wel mee. Ja, maar dat busje, daar schrok ze van. Toen kwam dat busje ook nog eens hard voorbij. Oh. Tja, we gaan lekker rijden. Ja, dus op naar de beelden van Keine voor de wagen. Weer een Keine vlog, jongens. Wat jullie zo graag wilden. Echt? Ja. We zijn al een tijdje onderweg. Het jammer altijd van hier zo rijden is dat je midden in de polder rijdt en over wegen waar veel auto's rijden. En nou ja, als jullie als paardenmensen die weten dat waarschijnlijk ook wel, dat niet elke automobilist even lief en aardig en vriendelijk is. We hadden er net een die wilde ons bijna gaan inhalen terwijl die daar helemaal niet langs kon, dus half door de berm. Dus toen, die heeft er nog meer. Toen stuurde ik Keine toch wat meer naar het midden, zodat hij er echt niet langs kan. En dat is het voordeel ook met de wagen. Je kan gewoon mensen tegenhouden. Ja, dan kunnen ze er gewoon echt niet langs. Maar als jij alleen op je paard zit, dan is dat soms lastig. En dan gaan ze soms echt zo dicht langs je. Toen we naar het bos gingen bijvoorbeeld. Ja, toen ook. Ja. Toen hebben we die video's er nog niet online, volgens mij. Nee, maar die komt wel eerder dan deze. Ja, dat snap ik. Toen we naar het bos gingen hadden we ook sommige mensen van dachten van, wacht gewoon even. Ja. Toen ben ik bijna aangereden met Honky, want dat staat ook op film. Volgens mij, toch? Dat weet ik niet, dat heb ik niet gezien, maar dat met Nicole wel. Wat? Dat die daarachter zo gas ging geven. Oh ja, toen keek ik precies naar Nicole. Ja. Ze wordt dan nu lekker een beetje druk. Ze heeft er zin in. Maar volgens mij heeft ze ook echt de hele winter ook al niet voor de wagen gelopen. Dus
Ik weet ook niet of ze überhaupt al is. En bijna de lente. Ja. Maar kijk, zo'n automobilist, dat is leuk. Die wacht gewoon op ons. Ga op. Nou, ze zou het zo doen. Ja, makkelijk. Nou, wij zijn weer terug. Ze heeft ontzettend erg gezweet, echt. Niet normaal, ze zit helemaal onder. Maar ze was heel braaf. En dan gaan we nu het tuig schoonmaken. En dan mag ik kennen, dan ga ik even rijden. Hé? Zo, we zijn weer thuis. Kennen, een zweetdekentje om. En dan mag ze nu nog even in de wei. Ik mag even gewasjes eten. Kom. En Ben en ik naar de wei brengen. Ik ga nu even het tuig schoonmaken, want ze heeft lekker geschuimd zoals je ziet. En we gaan het weer meenemen naar ons, naar de manege voor Jero. En Lotte, die is de stal aan het uitmesten. Kijk nou wat schattig. Het is echt donker. 4 oranje baby's. Van de oranje mama poes. En toen in één was ik weer thuis. We hadden de tuig even schoongemaakt en de stal uitgemest. En Keine stond op het land, die hebben we weer teruggehaald. In de stal had ze lekker wortels en wat muesli. Toen hebben we nog even bij de kittens gekeken. Echt super schattig. En toen zijn we weer naar huis gegaan. Lotte thuis gebracht. Toen ben ik nog even naar de manege gegaan om het tuig weer daar te brengen. Zodat we die weer kunnen gebruiken voor Jero. En even de kast daar op slot. Jero nog even ei geven, snoepies. En morgen ben ik weer aan het werken. Morgen moet ik Jero ook weer rijden. Dus morgen is weer mijn dag. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Weer een keertje een Keina vlog. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg!